Op het strand zoeken naar goudklompjes, maar dan anders. Met een grote metaaldetector zoekt Waternet op de Vecht naar oude bommen van rond de Tweede Wereldoorlog. Omdat de Vecht over een paar jaar weer helemaal schoon moet zijn, wordt het water meter voor meter onderzocht. Met een magnetometer, of eigenlijk een set van 5 magnetometers, gaan ze de bodem afspeuren op zoek naar ijzeren objecten. En dan de derde stap is met duikers naar die objecten gaan duiken en kijken of er inderdaad een bom is of een fietswrak. Het zoeken naar bommen gebeurt nadat 1,5 maand geleden onder het baggeren onverwacht een bom werd gevonden voor de spoorbrug. Ondanks dat het water van tevoren onderzocht was, schrok Waternet toch goed. Nou, je denkt wel even van, goh, dat is nou toch jammer dat we die niet, dat we dat niet wisten. Maar ja, verder hebben we meteen alle gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De andere schepen die onderweg waren zijn meteen aan de kant gelegd. En in overleg met de EOD is toch weer het normale proces van het onschadelijk maken van een bom is gevolgd. Maar de eerste berichten denk je wel even, potverdorie. Na veel werk hoopt Waternet komende week alle bommen te hebben gevonden. De kans dat er nog meer bommen op de bodem van de Vecht liggen is best groot, dat er rond de Tweede Wereldoorlog zo'n 50 werden afgevuurd op Weesp. Nou, ze hebben na kunnen gaan dat er van een stuk of 30, daarvan weten ze wat ermee gebeurd is. Maar van een stuk of 20 weten we dat niet. Dus er zouden hier best nog wel een aantal in de Vecht kunnen liggen. Wat kunnen we verwachten mocht er nog een bom worden gevonden? Nou, als er een bom wordt gevonden door die duikers, dan zal dat over een week of 6 zal dat ongeveer bekend zijn. Dan treedt eigenlijk de normale procedure in werking die in Nederland altijd in werking treedt. Dan wordt namelijk de EOD gewaarschuwd en die bepalen, de explosieve opruimingsdienst van het ministerie van Defensie, die bepalen hoe zij hem vervolgens gaan onschadelijk maken. Maar zover is het nog lang niet. Vooralsnog hoeven we ons volgens Waternet geen zorgen te maken.